Dus welkom bij een nieuwe video van Brandon in Fire! Ja, ik heb vandaag een cameraman gehuurd. Je krijgt geen geld. Wij horen de hele tijd dat ding weer daar. Dus willen jullie dat wij gaan kijken? Ja of nee? Wil jij het, cameraman? Ik zei toch, je mag antwoorden als ik fucking iets vraag! Oké, ja. Oké, dan gaan we erin. Ah, jij kent dat hele bos toch? Ja. Je hebt toch ook een... Nee, maar jij zei ooit tegen mij dat daar iets heel raars gebeurt. Ja. Ik en mijn broer Steve. We hebben daar een keer overnacht en toen gebeurde iets raars. Mijn deken werd afgetrokken. Steve lag opeens buiten. Dus wij dachten de hele tijd, wat de fuck gebeurt hier? Dus toen zijn we maar op dat schoolplein daar gaan slapen. En dat is het. En wij gaan misschien hier ook overnachten, dat weet hij nog niet. Ja, daar heb ik eigenlijk weinig zin in. Als ik wel wat te vertalen. Kom. Jij kent dat bos? Ja. We kunnen er ook gewoon een fles zo in. Ja. Als het goed is wel, want vorige keer ging ik via dat daar. Via de bomen. Ja, dat is echt een veel snellere plek. Dit is niet veilig. Nee. Als we langs dit hierheen gaan, is het niet meer veilig. We hoorden al geluiden hier vandaan komen. Wat voor hoenen zijn we ook dat we erheen gaan? Mm-hmm. Dat is ook een beetje gevaarlijk. Ja. En als we voorbij dit soort huis zijn, dan wordt het helemaal gevaarlijk. Want dan hebben we niet meer, zeg maar, de kracht. Want dan is het daar een beetje meer donker. Ja? Daar zit ik echt in een enorm hek. Film eens. Geef die camera uit. Cameraman. Kijk, daar is een fucking groot hek. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik zie daar in verte wel een hek. Als je goed kijkt, kan je door die bladeren wel het ijzer zien. Daar is dus een hek. Is er een reden dat daar een hek is? Of? Ja, dat hek is, zeg maar, dat hij niet bij, zeg maar, de winkels daar kan komen. Dat hij niet voorbij dat, ja, hij of zij. Dat hij niet langs die hekken kan komen om mensen te pakken. Is dat een speciaal hek? Ja, dat heeft hem soms stroom en soms niet. Dus dat schrikt dat monster of zij of hij af. Eigenlijk is het niet meer te bedenken dat jij een prank had. Nee. Maar het is een monster, denk jij ook? Ja, want wij zagen op, het was wit of bruin opeens. Het werd wit en opeens bruin. Dus wij dachten, wij gaan weg. Nou, ik heb geen zin om daarin te lopen eigenlijk. Ja, maar dat moet wel. Weet je wat? We doen het. Daar gaan we de volgende video heen. Maar eerst gaan we verder. Dat is volgens hem ook best gevaarlijk. Ja. Doen we eerst dat. Bij die volgende video zijn we dood, jongens. Ja. Als jullie 1000 likes geven, ja, dan gaan we het gewoon doen volgende video. Niks meer. Ja, dan gaan we... Ga ik in ieder geval met zijn fiets iets doen. Met mijn fiets? Ja. Okay. Misschien in beton, misschien helemaal duct tapen. Ja, dat zien jullie als jullie 100.000 likes geven. Nee, jongens, doe maar gewoon niet. Doe maar niet, jongens. We gaan het sowieso ooit weer proberen. Maar ooit gaan we ook daar langs, maar dan gaan we eerst daar langs. Ja. Let's go! Jongen, ik kan niet rennen. Oké. Echt vervelend als je niet kan rennen. We blijven eigenlijk fucking rustig. Hier kwamen de geluiden vandaan. Ja. We blijven fucking rustig maken. Ja. En als we dan dood zijn... Oh ja, jongens. Hij heeft hier nog iets meegemaakt. Hij was met een vriend van hem. En toen hoorde hij de hele tijd sneeuw op een boom. Ja, dat is best grappig. Het verhaal was best grappig, maar dat was ook best spooky. Ik zie daarvan dat dit er nog veel van me kan gebeuren. Ja. Daar hoor ik ook al geluiden, man, bro. Ja. Zullen we eerst bij die meterkast kijken? Wat ligt daar? Nee, serieus, wat ligt daar? Er ligt iets. Geef de camera. Ik heb daar geen zin om te over, man.
wat ligt daar? Het is wit. Ik heb daar geen zin om heen te lopen, man, bro. Ik ga er wel heen. Oké. Hij lijkt op een fiets, man. O, jongen. Hier. Dikketje, pot als er 100 euro aan zit. Go. Camera. Het is echt een fiets. Jongen, dit is niet mijn fiets. Het lijkt echt op een meisjesfiets. Hoe ligt dit ding al hier, man, bro? Hij is helemaal verroest. Jongen, volgens mij kan hij niet eens meer. Kijk, net zoals ik al dacht. Kijk, jongens, kijk. Ja, kan je nog wat trappen, hè? Nee. Oh, jongen, dat ding is... Dat ding zit ik vast. Ik ben bijna de sterkste van de klas en ik kan hem ook niet. En we hebben al vooral niet zin om daarin te vallen. Nee, daar heb ik weinig zin in. Oké, maar zullen we eerst bij die meterkast kijken? Want ze hebben daar een treinstation en daar zit een meterkast. En sommige mensen zeggen dat daar ook iets vreemds gebeurt de laatste tijd. Oké, jongens, weet je wat? Omdat we nu al naar die fucking meterkast lopen, gaan we de volgende video en daarheen en daarheen. Ja. Oké, zet de camera maar even op pauze. Yo mensen, ben er weer. Ik heb er geen zin in. Dit is die meterkast, wat zie je vreemd? Aan. Nou, als die open is... Hij is sperma gelekt. Als deze open is, hoor je allemaal rare geluiden. Dus, aan de achterkant staat hier ook seks. En het Hitler-teken. Dus, Hitler-teken? What the fuck? Jongen, kom even. Wat is er? Doei. Kijk maar. Jongens. Want dit staat hier al een tijdje op de meterkast. En dit. En dat. Ik wil geen strike. Dat is even kappen. Oké. Maar als je hier invalt, hier. Ben je dood, want dan word je in die stroomkast geleid. En dan word je helemaal geëlektrocuteerd. Oké, nou geef de cameraman, want jou vertrouw ik niet. Oké, je moet mij toch weer even filmen. Ik kan maar. Oké. Mensen, dit was het einde van de video. Ik zeg later!